Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Amundi Asset Management en Van Eck. Hallo allemaal, mijn naam is Jean-Paul van Oudheusden en leuk dat je kijkt naar de update van beleggen met ETF's in 2022. Waarom een update? Het eerste kwartaal is afgelopen. Dus mijn doel van deze video is enerzijds om je een update te geven van het eerste kwartaal aan de hand van de watchlist die ik vorig jaar heb samengesteld. En aan de andere kant om de aankondiging te doen dat vanaf nu, voor de komende weken, aan het einde van elke week, de bedoeling is op vrijdag, elke week een nieuwe aparte ETF-video gaat komen. Dus er zit heel veel moois aan te komen bij Markets Are Everywhere en zorg dat je erbij bent. Even kort, waar begon het allemaal? Vorig jaar in april 2021, toen ik Markets Are Everywhere aan het opbouwen was, heb ik een mini-cursus ETF's gemaakt. Die bestond uit 5 delen en een vraag- en antwoord-sessie. Die kun je nog steeds terugvinden op het YouTube-kanaal, op de playlist ETF's. En die mini-cursus die is tot op de dag van vandaag nog steeds gewoon valide. Dus als je die niet gezien hebt, voor de basis van wat ik de komende weken ga doen, is het heel goed als je in ieder geval deze basiskennis hebt. Nou, daar kwam een vervolg op in november van vorig jaar. Toen heb ik een update gegeven van die watchlist die ik eerst in mei had gemaakt. Nou, in het begin stonden er 44 ETF's op. Die hebben we in november uitgebreid naar 50. Welke zijn erbij gekomen? Bijvoorbeeld thema's als cybersecurity, elektrische auto's zijn er 2 bijgekomen. En wat defensievere beleggingen in olie en gas. Geen ETF, maar ik heb de vrijheid genomen om Berkshire Hathaway op de lijst te zetten. Dat is toch ook een wat defensiever beleggingsfonds. Ja, en nieuwe thema's waar aanbieders soms mee komen, zoals slimme huizen, smart homes. Nou, wat erg leuk is, is dat die video van 16 november, die is inmiddels 4200 keer bekeken. Het is de best bekeken video op mijn kanaal. En voor een beginnend platform is dat natuurlijk ontzettend leuk als je dit soort aantallen kan laten zien. Dat is ook een enorme stimulans om door te gaan. Dus vandaar dat er nu een ETF-serie aan zit te komen. Nou, waar ga je die dadelijk vinden? Op de playlist beleggen met ETF's. Ik zal hem op YouTube binnenkort nog even iets naar boven zetten. En het leuke voor mij is als je dan ook kan abonneren op het kanaal. Want voor deze serie heb ik 2 hele leuke sponsoren bereid gevonden. Want ja, het is toch allemaal werk. Er zit veel analyse en uitzoekwerk in. Dus ik ben heel blij met Amundi en Van Eck die hun naam hier aan willen verbinden. Ja, en sponsoren kijken natuurlijk altijd hoeveel abonnees heeft zo'n kanaal. Dus je kunt mij enorm helpen, is gewoon gratis als je op het kanaal wil abonneren. En bij voorbaat mijn dank. Ja. Goed, dit is ook even een moment om even duidelijk te maken dat mijn bedoeling is om informatie over te dragen. Dus als je zo'n video kijkt, dit is nooit beleggingsadvies en zeker ook niet voor jou persoonlijk. Als je dat wel wil, moet je naar een gecertificeerd beleggingsadviseur gaan. Dus mijn video's zijn puur bedoeld om delen van informatie, dat een deel van het huiswerk, wat je vervolgens toch nog zelf moet doen, een deel daarvan alvast voor je gedaan is. Dus dat je aanknopingspunten hebben voor je eigen onderzoek. Dat je altijd moet doen voordat je ergens instapt. Nou, goed genoeg voor de inleiding. Het eerste kwartaal van 2022 in vogelvlucht. Wat hebben we gezien? We begonnen nog met corona. In Nederland zijn we inmiddels van alle coronamaatregelen af, gelukkig. Maar in de rest van de wereld zeker nog niet. Zo is in China bijvoorbeeld corona nog heel veel aanwezig. China is een groot producentenland, productieland. Dus daarom zie je allerlei problemen met distributieketens over de hele wereld. Dat is niet de enige oorzaak, maar dat speelt zeker mee. In februari kregen we daar nog eens een keer de invasie van Rusland in Oekraïne bij. Dat tot op de dag van vandaag ook de financiële markten zeer bezighoudt. Rusland en Oekraïne komen toch een hoop grondstoffen vandaan. Het liggen natuurlijk erg centraal, voor een deel in Europa. Nou, en dat alles bij elkaar opgeteld betekent dat we nu naar een wereld kijken. Je kan dat eigenlijk niet gemist hebben, dat we te maken hebben met een historisch hoge inflatie. Geldontwaarding, en daar hebben we het mee te doen.
kijken we even terug naar de beurzen en dan houden we het even voor het gemak dicht bij huis. De Nederlandse AEX-index in het eerste kwartaal. Die begon zo net onder de 800 punten. En daar is die op een gegeven moment ook nog net even boven gekomen. Maar aan het einde van het kwartaal stond die 9% lager. Dat was tussentijds nog erger, zelfs min 18 hebben we gezien. En dat kwam op het moment dat die invasie van Oekraïne duidelijk werd. Dan komt er altijd onzekerheid in de markt. Er zijn er toch mensen die alvast uitstappen. En wat je wel vaak ziet, en dat is het perverse van de kapitaalmarkten, ja, dat men dan tot de conclusie komt, in dit geval ten aanzien van de Nederlandse AEX-bedrijven, ja, er zijn toch een hoop bedrijven die niet direct geraakt worden door die oorlog. Dan gaat de beurs weer wat omhoog. Nou, inmiddels leven we half april, staat de AEX zo rond de 720 punten. Nou, dat is Nederland, maar ETF's beleggen natuurlijk vaak wereldwijd. Dus laten we even Amerika erbij pakken. Daar hebben we de S&P 500, we kunnen zeggen de Amerikaanse AEX. Die heeft het iets beter gedaan. Eerst gingen ze eigenlijk gelijk op. Die renteverhogingen, dat was eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Maar ja, Amerika ligt gewoon verder van Europa, verder van Rusland en Oekraïne af. En je ziet zo ongeveer in die periode dat er een splitsing is gekomen. Dus dat zul je dadelijk ook bij de watchlist zien. Alles wat meer belegt in Amerikaanse aandelen, heeft het net een tikje beter gedaan in het eerste kwartaal. En dat is niet alles, want ook de dollar, de Amerikaanse dollar, is sterker geworden ten opzichte van de euro. Dat was eigenlijk al een langere tijd gaande. Dit is een grafiek over een periode van 1 jaar. Een jaar geleden betaalde je $1,20 voor 1 euro. En inmiddels betaal je nog maar $1,08 voor een euro. En je ziet ook dat in het eerste kwartaal die euro nog zwakker is geworden. En dat heeft allemaal invloed op je rendement. Als je in euro's geld verdient en geld uitgeeft, maar ook in het buitenland eventueel belegt. Nou, dan komen we bij de watchlist. 50 ETF's staan er inmiddels op. Ja, ik kreeg ze niet allemaal erop, dus ik heb 2 sheets met de top en de bodem. En dit is de top, de best presterende ETF's in het eerste kwartaal. En er zijn eigenlijk 2 dingen die ik onder je aandacht wil brengen. Je ziet ze met de nummertjes, dus punt 1. Dat zijn de ETF's die ik in de mini-cursus, deel 2, heb genoemd de Little Black Dresses onder de ETF. Eigenlijk iets als je wil starten en je zoekt iets simpels, een brede belegging wereldwijd in aandelen van ontwikkelde markten. Nou, er zijn 2 hele grote waar wereldwijd heel veel vermogen in belegd is. Eentje van iShares, het onderdeel van BlackRock, grote Amerikaanse vermogensbeheerder. En de andere is van Vanguard, ook een grote Amerikaanse vermogensbeheerder. En je ziet, ze ontlopen elkaar niet zoveel. Ze volgen wel net een iets andere index. Maar in het eerste kwartaal staan die allebei op min 3%. En als je ziet wat we allemaal voor onze kiezen hebben gekregen, dan valt dat eigenlijk best mee. Zeker als je dat ziet in het licht van het rendement van 2021. Wat je in de ene laatste kolom ziet. Want toen deden ze zo rond de 30. Dus als je dan nu op min 3 staat, bij elkaar genomen, is dat helemaal niet slecht. En dat geeft de burger moed. Het andere, dat zie je bij punt 2, is dat in het eerste kwartaal de waardeaandelen, de meer defensieve aandelen, het beter deden dan de groeiaandelen. Want die waardeaandelen staan allemaal bovenaan. Nou, 2 van onze toevoegingen, dat hebben we dan met elkaar goed gedaan. De olie en gas, die staat helemaal bovenaan. Nou, energie wordt veel gezocht. Dit zijn eigenlijk allemaal bedrijven die werken in Amerika. Dus ja, Europa gaat in Amerika olie en gas halen omdat we het niet meer uit Rusland willen hebben. Dus die aandelen hebben het goed gedaan. En ook een fonds wat veelal belegt in waardeaandelen, Berkshire Hathaway, staat in de top 5. Maar bijvoorbeeld ook waardeaandelen die betalen vaak goede dividenden uit. De Van Eck Dividend ETF deed het vorig jaar ook al keurig, doet het nu ook goed. En we hebben nog op de lijst staan een World Value Factor. Value, Engelse woord voor waarde. Nou, de toon is gezet, die aandelen doen het goed. Je zou eigenlijk nog kunnen zeggen dat bedrijven in goud mijn
Goudmijnbedrijven, bedrijven die zich houden met winnen van goud, zou je ook nog aan die kant kunnen scharen. Dat zijn de twee dingen van de eerste pagina. Kijken we dan naar de onderkant van de lijst. Zijn er ook twee dingen die ik eruit wil lichten. Ten eerste, helemaal bovenaan, zie je twee obligatie-ETF's. Nou, dat zeiden we in november ook al. De rente gaat waarschijnlijk stijgen. Dan moet je niet in obligaties beleggen. Dat klopt ook. Eigenlijk valt het nog mee, maar de obligaties zijn natuurlijk ook wel defensiever dan aandelen. Maar met min 5 heeft dat uitgewerkt zoals we hadden gedacht. En het andere grote punt op deze lijst is dat heel veel populaire thema's het niet zo goed hebben gedaan. Ik heb er een aantal uitgelegd. The Future of Foods, Hydrogen, dus waterstof. Nou, ook Future Mobility, Healthcare Breakthrough, allemaal innovaties die eraan zitten te komen, artificial intelligence, robotics, en ook bijvoorbeeld zo'n nieuwe smart home. Allemaal populaire thema's. Waarom doen die het niet zo goed? Dat zijn vaak bedrijven die zichzelf nog moeten bewijzen. Die zijn nog op zoek naar hun eerste klanten of net wat meer klanten. Daar moet vaak nog geld bij. En die bedrijven doen het gewoon niet zo goed als de rente gaat stijgen. Dat is ook wel in je portefeuille iets om rekening mee te houden. Zeker in de komende periode, dat je daar een goede balans in hebt. Tussen de wat meer defensieve aandelen en de wat meer groeiaandelen. Nou, waarom kijken we nou naar zo'n watchlist? Want belangrijk is dat die watchlist geeft alleen maar een indicatie van de verschillende categorieën. Dat is dus geen lijst die bedoeld is van die ETF's moet je kopen. Nee, je wil van regio's, thema's, wil je makkelijk in één oogopslag kunnen zien welke onderwerpen die gevolgd worden door inmiddels meer dan 7000 ETF's, interessant zijn om verder te onderzoeken. Maar de basis, ik zei het net al, zijn die little black dresses. En waarom leg ik daar nou zoveel nadruk op? Nou, dat zie je hier op de volgende pagina. En dit is echt wel een hele belangrijke pagina wat ik je mee wil geven, om meerdere redenen. Wat zie je hier? Nou, de eerste plaats, even ere wie ere toekomt. Ik heb dit overzichtje even geleend, overgenomen van iemand die heet KP Breukelaar. Misschien ken je hem wel als je al lang beleggingsnieuws volgt. Hij schreef altijd in Fiscalert recensies van beleggingsproducten. Inmiddels is hij daar ook met een aantal mensen eigenaar van. En hij doet eigenlijk één keer per jaar een hele simpele check. Dat hij zegt, ja, er zijn allemaal professionele vermogensbeheerders die indexportefeuilles bijhouden, maar hoe goed doen die het nu? Nou, ik heb wel aan zijn overzicht wat dingen toegevoegd en ik heb het zelf ook nog even nagerekend met behulp van de websites van de partijen die je hier ziet. Maar je ziet hier dus 4 indexbeheerders. IBeleggen, Index Capital, Rabobank, Beheerbeleggen Basis en Brand New Day. Dit is gewoon even een vingeroefening. Ja, dus van alle 4 die partijen nemen we de zeer offensieve portefeuilles. Die zitten voor 100% of bijna 100% in aandelen. Er kunnen natuurlijk verschillen in zitten. We hebben gewoon gekeken voor de afgelopen kalenderjaren en voor het eerste kwartaal. Hoe goed hebben zij het gepresteerd? Nou, dat zie je in het rood daaronder staan. Had je daarin belegd, had je dit veel beter gedaan dan niet beleggen. Want ze maken gewoon mooie rendementen, omdat het ook goede beurzen zijn geweest. Maar dan zie je aan de rechterkant, maken we een vergelijking met 2 van onze little black dresses. Degene die wereldwijd beleggen. Vanguard belegt in ongeveer iets van, geloof ik, 3800 aandelen. iShares belegt in iets van 1600 aandelen. Dat hangt van de index af. Als je dus alleen maar in zo'n index ETF had belegd, dan zie je hier al in één oogopslag dat je het eigenlijk elk jaar beter had gedaan dan een van die professionele beheerders. Ja, dat is toch wel erg opvallend. Dat is niet één keer, dat is elke keer zo. Nou, waar zit het verschil in? Enerzijds rekent een beheerder voor een kant-en-klaar product natuurlijk een vergoeding. Dus de kosten zijn iets hoger. Ik heb overigens bij de ETF's kosten van 0,1% per jaar meegenomen die je bij de broker betaalt als je daar zelf in zou beleggen. En anderzijds kunnen er natuurlijk ook verschillen zitten in de allocatie waarin wordt belegd. En bijvoorbeeld,
Als je de twee ETF's vergelijkt, belegt iShares iets meer in Amerika dan Vanguard. Nou, we zagen net, Amerika heeft het goed gedaan, dus dat kan een verklaring zijn voor het verschil. En dat zou ook een verklaring kunnen zijn dat die indexbeheerders bijvoorbeeld minder aan Amerika hebben geallockeerd. Nou, je kan hier op twee manieren naar kijken, vind ik. Enerzijds, met een klein beetje hulp, kan je dus zelf ook gewoon beleggen en een goed rendement maken, wat echt niet onderdoet voor dat van een professionele beheerder. Waarom zeg ik dat? Omdat ik elke dag nog steeds mensen tegenkom die zeggen, ja, ik zou moeten beginnen met beleggen, maar ik durf het niet, dus ik ben bang dat ik het fout doe. Nou, echt simpeler dan dit kunnen we het niet maken. Als je je eerste stappen wil zetten, nogmaals, ik leg dat ook in die mini-cursus, denk ik, duidelijk uit. Kies dan gewoon, met kleine bedragen die je kunt missen voor een van die index-ETF's. Andere manier waarop je daarna kan kijken is dat je zegt, ja, maar luister, voor iemand die beleggen gewoon helemaal niet leuk vindt, want als je een ETF doet en je legt maandelijks in, moet je toch maandelijks een transactie doen. Zeg, ik vind dat allemaal gedoe, ja, ik wil dat allemaal niet. Dan is een beheerder echt niet zo'n slecht idee. Je betaalt er wel wat voor, maar alles wordt voor je geregeld. En je ziet hier dat ze het dus ook in die zin keurig doen. Nou, waarom deze vier beheerders? Want er zijn er meer die dat doen. Dit zijn allemaal partijen waar ik zelf iets meer kennis van heb. Waarvan ik gekeken heb hoe hun producten in elkaar zitten. Hun rendementen zijn er ook naar. Dus vandaar dat ik ze hier noem. Maar ken jij nou nog een andere beheerder die in het lijstje moet? Die het nog beter doet? Allemaal prima. Mail het me even. En dan kan ik ze de volgende keer meenemen. Een klein beetje hulp kan je het zelf doen. Nou goed, als je dan zegt, ik ga het zelf doen, dan heb je nog twee smaken. Je kan zeggen van, ik hou het helemaal simpel, alleen bij die ETF's. Maar ja, we hebben zo'n watchlist, we hebben 7000 ETF's. Beleggen is leuk, je leert er ook van. Ze zijn toch een hoop mensen die een zogenaamde core satellite strategie willen volgen. Veel in de kern, maar toch ook een paar leuke ETF's erbij voor de thema's en kijken of je iets meer rendement kan maken. Nou, daar is ook die watchlist voor bedoeld. Kijken we nou even, samengevat naar de balans van het eerste kwartaal. Dan zien we net als de vorige keer eigenlijk, het vorige kwartaal. Wat werkte er wel? Nou, aandelen in de Verenigde Staten hebben het goed gedaan. De zogenaamde blue chips, de grote beursgenoteerde bedrijven die allemaal in die grote indices zien, die hebben het beter zitten, die hebben het beter gedaan dan de wat kleinere aandelen. En we zien nu dus duidelijk waardeaandelen. Dat stond vorige keer nog niet op de lijst. Dat doet het goed. Eén van de categorieën is energie en ook goud. Dat springt er toch wel uit. Nou, wat werkte er niet? Kijk, beleggen met ETF's doe je voor de lange termijn. Dus je hoeft niet eens elk kwartaal te kijken. Maar wij doen dat hier wel. Maar je ziet dus niet altijd heel veel veranderingen. Je ziet dat obligaties, die stonden al niet op het lijstje, gaan het goed doen, hebben het ook niet goed gedaan. En ook China, ja, staat er gewoon niet goed voor, in de zin van heel veel politieke onzekerheid. Dat schrikt beleggers af. En dat is op dit moment nog niet over. Ja, wat is er dan nieuw op dat lijstje? Hier stond vorige keer, sommige thema's doen het niet zo goed. Nu kan je eigenlijk al zeggen, alle groeithema's. En als we vooruitkijken en denken dat de rente nog wat verder kan gaan stijgen, dan blijft dat daar ook staan. Ja, dus dat is iets om rekening mee te houden in je eigen portefeuille. Als vuistregel, ja, en ik weet natuurlijk ook niet precies waar jij zelf in belegt, maar heb je nou zelf in het eerste kwartaal 15% in de min gemaakt of zelfs nog slechter? Nou, dan zou ik echt eens even heel goed nadenken of je niet wat structureels moet veranderen. Want dan zit je waarschijnlijk heel veel in groeiaandelen. Sommige die zijn echt wel flink gedaald vanaf de top. Ja, en dat maakt je portefeuille risicovol. En daar is zo'n watchlist dan handig voor. Dat je dan eens kan kijken of je misschien iets kan toevoegen wat het wat minder risicovol maakt. En dat is eigenlijk een algemene tip. Hoe zit het nou met die groeithema's? Ja, dus wat dus niet mijn bedoeling is, dat je nu naar die watchlist kijkt, dat je denkt, ik moet alles wegdoen. Nee, die groeithema's, die hebben gewoon meer huiswerk nodig. Waarom?
Je moet je erin verdiepen wat het is, maar je moet dus ook nog duidelijk kijken naar de timing. Ja? Want al die thema's, er zijn altijd periodes dat die boven komen drijven als dat ze het goed doen. Nou, ik heb één heel kort voorbeeld voor nu over waterstof. Ook zo'n thema, heel populair. Je komt het ook in het nieuws vaak tegen. Nederland wil er ook groot op inzetten. Maar ja, dit is allemaal actualiteit. Een paar dagen geleden zie ik hier een berichtje, ik kwam dat tegen op een Belgische website, maar het komt uiteindelijk van een Engelse website, dat er onderzoek is gedaan, en niet zomaar onderzoek, onderzoek dat is gepubliceerd door de Britse overheid, dat waterstof als broeikasgas toch meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan dat werd gedacht. Ja. Daar moet je even goed over nadenken, want denk je, dan schrijven we dan waterstof af? Nee, maar ja, als dit nu een reden wordt dat overheden zeggen, ja wacht eens even, er is meer onderzoek nodig, we gaan dit nu even niet doen. Ja, dan speelt dat natuurlijk jonge bedrijven in die sector absoluut niet in de kaart. Ja, dus dan zouden die aandelen best nog wel eens een keer van de hand kunnen worden gedaan. Nou, ik weet veel te weinig van waterstof om hier nu een conclusie uit te trekken, maar dit soort berichten maken mij wel alert. En zo moet jij ook kijken als je naar populaire thema's kijkt, dat je goed onderzoek doet. Zoals elk kwartaal, en dat gaan we going forward in goed Nederlands ook doen, altijd even kijken, wat hebben we gemist? Want die watchlist, dat is een hulpmiddel, die is niet heilig. Nou, wat ik dan altijd doe, ik ga altijd naar Just ETF. Vaste kijkers weten dat wel, waarom? Daar vind je allemaal zogenaamde usage ETF, die we hier in Europa goed kunnen gebruiken, waarin we mogen beleggen. En dan google ik altijd gewoon, hè, in dit geval, de beste ETF's voor 2022. Komt er meteen een lijstje uit. Nou, wat zie je hier? Ik ga dit allemaal niet doornemen, maar het beeld is hetzelfde. Ik had ook niet anders verwacht, maar toch. Vorige keer hadden we olie en gas er nog niet op staan, die voeg ik dan toe. Nu zie je, hè, meer van grondstoffen, commodities, energie zie je veel terug. Waardeaandelen, daar hebben we genoeg staan op onze lijst. Wat ik wel zal doen, ik zal één grondstoffen ETF toevoegen, die niet alleen in olie belegt, maar in bredere grondstoffen. Want ik merk ook aan de reacties op andere video's dat mensen daar interesse in hebben. Dus die komt volgend kwartaal erbij op de watchlist. Ja, waar gaan we dan heen vanaf hier? Nou, ik zei het al. Zeker voor van die groeithema's, andere interessante onderwerpen over ETF's, ook over de basis. Ik denk hier en daar ook eens een keer een interview. Elke week komt er een video. En wat is het startpunt? Kijk, het blijft allemaal wel de grote professionele financiële markten. Dat is een stukje, dat kan ik gewoon niet simpeler maken. Ja? Daar hoef je niet alles van te weten, maar je moet er wel gevoel voor hebben. En ik doe dat de laatste tijd, omdat we aan overgaan zijn van de ene periode aan de andere, aan de hand van deze sheet met de conjunctuurcyclus van de belegger. Want het staat hier door Invesco, ook een aanbieder van beleggingsfondsen trouwens, vrij helder uitgelegd, weliswaar in het Engels. Nou, wat zie je? We hebben een periode gehad, zie je bij periode 2, met lage rentes. Nou, dat kan je je maar al te goed herinneren. Dat hebben we. Hè? Je ziet hier een korte periode 2. Maar eigenlijk was dat een hele lange periode. Want de rente is eigenlijk al sinds pak een beetje 2009, 2010 is die al heel laag geweest. Een lange periode. Maar nu zijn de rentes aan het stijgen. En dat gaat zelfs nog hard ook. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die periode van 3 en 4 wat korter is. Ja, maar je ziet het in die gele cirkel, rentes zijn aan het stijgen omdat overheden wat minder subsidiëren, wat minder geld de markt in pompen. Nou, het is nog niet zover dat de rentes hoog staan, want de 10-jaarsrente in Nederland staat bijvoorbeeld nog steeds maar rond de 1%. Maar we moeten er wel met z'n allen af en toe even op letten. Ja, en misschien dat dit je dan toch weer bang maakt, dat is niet mijn bedoeling. Maar ja, op een gegeven moment, als de cyclus ten einde komt, dan zou er wel eens een keer een koersdaling kunnen komen. Dat staat hier aangegeven. Dan kan je dus beter uit aandelen in cash. In ieder geval nog niet in obligaties, want dan moet de rente veel hoger staan. Ja, de soep wordt niet zo heet gegeten
als die wordt opgediend. Want als jij nou een lange termijn belegger bent met een horizon van 10, 15, 20 jaar, dan hoef je niet zo heel erg naar die cyclus te kijken. Maar ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik beleg voor de lange termijn 5 jaar. Ja, dat is niet zo heel erg lang. Dus dan kan je daar wel door geraakt worden. Nou, in de komende weken zal dit allemaal heus wel een keer aan de orde komen wanneer de actualiteit daar is. Maar dan heb je dit plaatje in ieder geval alvast 1 keer gezien. Net als de vorige keer, wat gewoon heel erg belangrijk is. Geen enkele belegger is hetzelfde. Niet qua doelstelling, niet qua horizon, niet qua risicoprofiel. Dus daarom moet je ook wat ik zeg niet voor zoete koek aannemen. Je moet dat altijd toepassen op jouw eigen situatie. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik denk dat je dat misschien met behulp van mijn informatie voor een heel groot gedeelte zelf kunt. En dan kan je ook de kosten laag houden. En het is zelf nog leuk ook. Mijn doel is ook dat je vertrouwen krijgt bij het doen van je beleggingen. Maar heb je dat nou niet, ga dan naar een beleggingsadviseur. Win advies in van iemand die daarvoor gecertificeerd is. Ja. Of geef het uit handen aan een vermogensbeheerder. Maar belangrijk is dat je het toepast op je persoonlijke situatie. Als je jong bent, kun je wat meer risico nemen dan dat je al dichter tegen bijvoorbeeld je pensioendatum aan zit en je dadelijk geen vast inkomen meer hebt. Nou, hoe kan Markets Are Everywhere jou helpen? Ik heb mijn website vernieuwd. Dat heb ik getracht dus zo goed mogelijk te doen. Maar ik kreeg al de eerste vragen. Zei, nou, het is me nog het overzicht. Heb ik nog niet helemaal. Nou, ik heb een aantal lidmaatschappen. En het begint eigenlijk gewoon met het lidmaatschap. Ja, geen lidmaatschap. Want ik maak heel veel van de video's. En straks ook artikelen. Dat zit er ook aan te komen. Gewoon gratis, om je te informeren. Hoe krijg je die? Door naar YouTube te kijken. Voor mij is het dus fijn als je je ook abonneert op YouTube, want dan gaat mijn tellertje omhoog, maar dat kost je nog steeds geen geld. En op de website vind je ook 3 mailinglijsten terug en er is ook een specifieke mailinglijst ETF's. Als je eerder al een keer hebt aangemeld voor de ETF-serie, dan sta je daar zeer waarschijnlijk op en anders moet je dat gewoon nog even doen. De volgende stap is eigenlijk hetzelfde, maar dat je zegt, ik vind het zo leuk dat jij die video's maakt. Ik wil jou wel een beetje steunen dat je daarmee doorgaat. Dat klinkt misschien gek, maar dat heb ik toch af en toe ook wel even nodig om te zien, van hé, er is veel vraag naar. 4200 keer dat de video wordt bekeken met behoorlijk wat likes, dat is leuk. Maar je zou ook kunnen overwegen om tientjes lid te worden. Dat is het woord wat het zegt, 1 tientje per jaar. Je kan het op de website terugvinden en dan ben je bezig met mij aanmoedigen. Nou, heb je meer hulp nodig of toch een soort steuntje in de rug wat je fijn vindt, dan is er een ETF-only abonnement. De kern is dat ik met die mensen 4 keer per jaar een webinar doe, elke keer na afloop van het kwartaal. We hebben er nu 2 op zitten. En dat is eigenlijk voor de mensen die met name willen doen. Die zeggen, joh, als jij elke week een video gaat maken, dat is allemaal veel te veel informatie, dat zoek ik niet. Ik wil mijn eigen portefeuille inrichten, ik doe mijn eigen huiswerk. Maar als ik even met jou een paar keer contact kan hebben om zeker te weten dat ik het goed heb staan, dan kan ik die periodieke of die regelmatige inleg verder gewoon zelf doen. En dan is het prima. Daar is het ETF-only lidmaatschap voor bedoeld. Voor de volledigheid, dan is er ook nog een basisabonnement. Dat gaat breder dan alleen ETF's. Dan hebben we 12 webinars per jaar, elke maand 1. En dat is met name bedoeld voor mensen die in de breedte meer willen leren over beleggen. Dus ook over aandelen, die stellen wat meer vragen. Er zitten ook 3 cursussen bij inbegrepen. Dus naast de ETF-cursus ook een cursus starten met beleggen, aandelenanalyse. Wat over turbo's gaat echt breder dan alleen ETF's. Ja, en het VIP-lidmaatschap, dat wordt door mensen gekocht die graag met mij willen sparren over de beurs. Het zijn over het algemeen mensen met wat grotere portefeuilles. Ik bied dan altijd aan om 4 keer individueel contact te hebben, bijvoorbeeld via Zoom. Maar soms wordt het ook anders ingevuld. Mensen zitten naar een bepaald aandeel of een sector te kijken. Vinden dat leuk om daar even contact over te hebben? Dat vind ik ook. Dus dat doen we bij het VIP-lidmaatschap. Ja, en dan is er voor de volledigheid ook nog het programma
de vermogensbegeleider, maar dat is altijd maatwerk, gaat op aanvraag. Dat zou je kunnen uitleggen als een soort personal training. Wat ik daar zie, dat is een behoefte bij bijvoorbeeld mensen die hun onderneming hebben verkocht of op het punt staan die te gaan verkopen. En zeggen van joh, ik heb nu tijd over, ik wil echt, hè, ik krijg dadelijk een hele grote pot geld, ik wil echt mijn beleggingen goed gaan regelen. Kan jij me daarbij helpen? Nou, is leuk om te doen, maar daar moeten we eerst altijd even over spreken om te kijken of we elkaar kunnen helpen. Ja, en mocht je nou helemaal geen lidmaatschap willen, maar wel een keer een beleggingssituatie of een aantal vragen op me af willen vuren, een eenmalig gesprek kan je ook boeken via de website, via de beleggingscoach. Nou, hopelijk draagt dit bij tot wat je van mij kunt verwachten en wat er in de winkel ligt. Tot slot, afgelopen week is het niet gelukt op vrijdag. Ja, soms komt er wat tussen. Dus vandaar dat je hem ik denk dat het maandag gaat worden, hebt gekregen. Maar mijn intentie is om iedere week een ETF-video te gaan maken en die eigenlijk bij voorkeur altijd op vrijdag op het YouTube-kanaal te hebben gezet. Nou, heb jij je al geabonneerd, maar ken je nog mensen voor wie zo'n ETF-serie ook leuk is? Doe je mij een groot plezier om hen ook te vragen om zich te abonneren. Dit was het voor nu. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je weer volgende week vrijdag.